Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en dit is weer een nieuwe aflevering van Zelda 2, The Adventure of Link. In de vorige aflevering hebben wij ons weggebaand van het derde paleis naar het vierde paleis. Met een tussenstop in Naboru Town en in Darunia Town, waar wij een aantal nieuwe spreuken en een nieuwe zwaartechniek hebben weten te kunnen veroveren. Daarnaast hebben we een vrouw fonteinwater als drinken moeten geven en hebben wij een gekidnapt kind gered. Dus al met al hebben we heel wat verdiend. En we hebben ook een magic container er weer bij. Onze magiebar is wat langer. Maar nu zijn we dan bij het vierde paleis aangekomen, het labyrinthpaleis. En zoals je ziet, ik sta hier op pauze, maar dat komt omdat er een vijand hier rondvliegt. Dus laten we maar beginnen. Want deze... Ah, nee! Oké. Au. Soms komt er een rood potion uit, soms komt er een vijand uit. Beide gevallen. In één geval narigheid, andere geval minder narigheid. Peeback kun je gerust laten liggen. Want ik verwacht niet... Auw. Ik verwacht niet dat ik... Ik had misschien schild in moeten zetten. Maar ik dacht hier wat sneller doorheen te kunnen. Die Peeback, ik verwacht niet dat ik genoeg aantal punten ga krijgen. Ik zal geheid nog een game over hebben. Hier. Nou ja, deze ligt er voor mij om op te rapen. En dan... Huh? Ja, ik kan op de terugweg kan ik altijd nog Peeback halen. Maar, dit paleis is eigenlijk in twee delen opgedeeld. Een rechter en een linkerpad. En in het rechterpad ga je om het... het item van dit van deze dungeon te halen. En het linkerpad ga je om naar het einde te gaan. Simpel genoeg. En... Oh boy. Hier. Hey. Sinds... Auw. Waarom heb ik geen schild ingezet? Ik vergeet dat de laatste tijd wel verrekker. Oké, hier kan of een vijand of een rode potion in zitten. Hopelijk een rode potion. Geluk. Laatste keer dat ik dat probeerde, zat er een vijand in. Life. Oké, nu ben ik weer helemaal bijgevuld. Behalve dan dat ik één leven mis. Niet te vroeg springen, want je wil ook niet hier in de lava duiken. En dat ga je nog wel eens vaker tegenkomen. Oké, als we dan hier klaar zijn, dan moeten we eigenlijk het vreemde doen en hier in de put springen. En hopelijk dat we... Ja! Ja, yeah. Come on. Beetje goed terecht zien te komen, zodat ik die bubbel nog kan verslaan. Ja, alleen, ja, voordelig is het niet, maar hij is dan dadelijk in ieder geval weg. Alsjeblieft zeg. Oeh. Hij is in ieder geval dadelijk weg als ik terug uitkom. En, oh boy. Ja, hier moeten we dan heen gaan om de... Als je... Niet weer eentje van die... We hebben in ieder geval de schoenen nu. Auw! Tijdens het... Ging mijn leven nog... Ah, dat is naar. Ik zag mijn leven nog omlaag gaan tijdens dat ik pose inhield. Lessen geleerd. Niet... Dat doen voordat je... Vooral als ze de projectielen
vijand is, niet eerder erin springen. En oké. Hier, wederom naar beneden. Maar hier heb je het geluk dat je hier terecht komt. Hier kun je niet verder naar beneden, dus... Oh boy. Ik wil toch wel wat verder zien te komen, dus... Auw. Sinds wanneer hebben we die daar zitten? En nog een bubbel? Man, hier zit een hoop vijanden. Maar ik ga voor die key. Bubbel moet je wel voor oppassen! Want die doodt jou gewoon de afgrond in. Oh. Wel, aan de ene kant het geluk. Als ik dadelijk het volgende... Auw. Oh boy. Waarom waren die dan net niet? No. Nee. Nee. Ik zie jullie dadelijk wel weer terug. Hey, wacht even. Ik heb die sleutel niet eens nodig. Oh, hey, ik wilde weer terug uit. Ik dacht ik ga met de lift, want eigenlijk kom ik aan de andere kant van deze deur uit. Maar dan heb ik hier die sleutel niet nodig, die ik gehaald heb. Dan kan ik die sleutel bewaren. Dat is toch wel enige kant een voordeel. Dat ik nu die sleutel hier niet hoef te gebruiken. Want die sleutel aan die kant... Oh, ja, dat zijn tovenaars. Die kun je alleen verslaan door hun eigen magie tegen hen te gebruiken. Dus eigenlijk reflect moet je dan hebben. Dan kun je hen verslaan. Oeh. En die laten een piebek. Maar ik kan hier doorgaan en dan proberen die sleutel te halen. Maar daar zitten van die... vliegende mouse, en die zijn ontzettend naar. En voor één sleutel die ik nu niet meer nodig heb, ga ik dat niet doen. Dus dank u wel voor de game over, maar ik ga die deur niet openen en daardoor spaar ik mij een sleutel uit. En daarmee heb ik dus eigenlijk de eerste helft van deze kerker afgesloten. En kan ik... Ja, die piebek ga ik niet oppakken, want ik zal nog wel vaker game overgaan. Kijk, ik kan wel slaan, maar dat heeft geen nut hier. En eigenlijk, om ze te... Oh, fuck. Boy. Misschien was het wel handig. Deze sleutel daarentegen moet ik wel hebben. En ik heb dadelijk ook nog een iron knuckle te verslaan. Auw. Oh, als je... Oeh. Ik heb geen zin om deze bubbel dadelijk achter mij nog in te krijgen als ik de iron knuckle moet verslaan. Want... Oeh. Dat is vrij lastig. Oké, hier kan ik weer naar onder en dan ga ik naar de eindbaas. Maar dan kom ik erachter dat ik eigenlijk te weinig sleutels heb. Dus ik moet hier nog even een nieuwe sleutel erbij gaan halen. Shield. Ik heb eigenlijk ook wel weer wat magie nodig. Ah, dat bedoel ik dus. Oh. Volgens mij, ja, hier zaten geen mouse. Dus ik kan hier gewoon makkelijker eruit. Of er doorheen. Dus ik hoef hier me nergens meer zorgen voor te maken.
Dus daarom is het makkelijker om deze sleutel te halen. In plaats van die andere sleutel. En dan gaan we nu gewoon weer terug uit. Hebben we dat gehad? En dan kunnen we ons richting de eindbaas begeven. En hopelijk... ook nog overleven. Ja, ik heb een beetje weinig magie meer. En die magie heb ik wel nodig voor de eindbaas. Maar... Auw! Hier rechts en... Oh nee, niet dit weer. Hier kun je het beste jump gebruiken, want vanwege die gasten... Die terugslag hier bij die putten is het meest levensgevaarlijke wat je maar kunt krijgen. Oh, geen vijand, gelukkig. Dat wil namelijk nog wel eens een vijand zijn. Wat? Oh, wat zijn we in één keer met veel? Oh, die raas, die terugslag van die raas is echt wel het meest afgrijzelijke wat je hier tegen kunt komen. Auw! Die putten zijn echt het gevaarlijkste in dit spel. Auw! Oké. En nou heb ik het niet meer nodig. Nou ga ik het ook gebruiken ook. En, is hij al weg? Oh, ik heb hem al verslagen. Die wozo's zijn ook een portie lastig. Nu hier. Niet moeilijk, maar spring wel op... het juiste moment. Want anders land je daar in het... Ga niet proberen die muus te verslaan. Ook hier weer. Je kan het beste die negeren. Payback negeren. En gewoon doorgaan. Ah... ik moet eigenlijk magie hebben, want ik heb ook wat leven nodig. 100. Oh boy. Dit wordt wel een beetje lastig. Misschien dat ik het haal, misschien dat ik het niet haal. Want de volgende kamer is de eindbaas en... Oh, ik heb nog 2 levens. Oh. Dit gaan we wel redden. Dit gaan we wel redden. Als eerste, hier hebben we Karok. Auw. Als eerste wat je wilt doen is reflect casten. En dat had ik eigenlijk moeten doen voordat ik hier kwam. Oké, idioot. Ik ben een idioot. Oké, reflect, zoals ik al zei. En daarna nog even shield, want ondanks dat het... Dit is wel een van de makkelijkste eindbazen. Want je kan hier gewoon blijven zitten, alleen als hij nou net de randomness heeft om te spawnen waar jij nou net zit, zoals je net ziet. Je kan hem ook alleen maar verslaan met zijn eigen magie. Maar ja, zoals ik al zei, dit is gewoon heel erg makkelijk. Het enige nadeel is dat hij op die positie kan die jou... kan hij tevoorschijn komen. En ja, dan word je wel geraakt. Dus. Maar eigenlijk de tactiek is gewoon echt gewoon in een hoekje blijven zitten. En hem laten schieten. Want hij heeft ook niet op verschillende niveaus. En nou krijgen we weer wat bij. En dat betekent dat ik weer een leveltje erbij krijg. En dat mijn levend level naar level 8 gaat. En dat is het maximum wat je kunt krijgen. Level 8 voor mijn leven is het meeste. De volgende zal zijn mijn aanvalskracht dat naar level 7 gaat. Ja, dames en heren, ik was eigenlijk van plan om hier na het einde van deze kerker ook
dit paleis de episode te eindigen, deze video. Maar bij het editen kwam ik erachter dat het al vrij kort was. En bij mijn proefopname voor de aflevering, de video daarna, voor de 8e, kwam ik erachter dat het maar echt luttele minuten duurde om bij het volgende paleis te komen. Omdat er niet echt veel content is om te laten zien, plak ik het eigenlijk toch maar aan deze video erachter. Dus we gaan direct nu al naar het 5e paleis. En omdat we nu de boots hebben, kunnen we mooi over water lopen. Niet ieder stukje water, maar ja, op water komen geen vijanden. Dus hier ben je er ook nog veilig, net als de wegen. Oh. Een leuke feit, mocht je levens nodig hebben, daar zit een pop waarmee je extra levens kunt gebruiken. Ik pak die pas op wanneer ik daadwerkelijk kijk. Ik kan die dingen aanraken. En je kan niet helemaal, ik kan hier niet. Je kunt niet overal zomaar heen gaan lopen. Maar je kunt een behoorlijk eind over het water lopen hier gewoon. Dus het stelt echt niks voor. Nog iets anders wat ik wilde laten zien is deze grot hier. Shield. Fire. Auw. Ja, hier vind je ook weer tektites. Oh. Auw. Wauw. Leven. Oké, dat pak ik dan op. Ha! En weer gevuld. Dan heb ik en vuurbal en zwaardstraal. Ja, dit is een grot wat hier ontzettend lang is. Ja, nu toch maar even laten zien. Vuurballen hebben op dat beest weinig nut. Maar hier zit weer een P-bag. Puntenzak, dus mocht je weer grinden, is goed. Deze vuurballen kun je niet weerstaan. En zolang je de ogen sluit, kan dat ook niks. En vuurballen op deze gast heeft ook niet echt veel nut. Ja, vuurballen hebben geen nut hier op hem. Alleen het fysieke zwaard kan schade doen. En ook alleen maar als hij zijn ogen open heeft. En dat is de eerste keer dat het mij lukt om hem te verslaan. Meestal negeer ik hem gewoon. Huh. Keinig. Zie je maar weer. Als je een proefopname doet of gewoon echt voor een let's play een opname doet. Dingen kunnen verschillen. Oké. Normaal. Ja, als je eerst als je de schoenen dus nog niet had, dan moet je hier deze vernietigen. Maar ja, nu kunnen we gewoon over het water lopen. En kunnen we hier langs lopen. En dan zijn we redelijk veilig. Maar we kunnen maar tot hier lopen. Daarna niet meer. Hier. Ja. Moeten we weer jump gebruiken. En dan komen we hier. Heb je nog een puntenzak? Dus mocht je nog punten nodig hebben voor een volgend level, omdat je aan het grinden bent, is dit een goede plek om het op te halen. Als je denkt van, hey, ik ga hierheen direct naar het paleis, nee, dat lukt niet. Je kunt ook niet hierom, daar zit toch een muur. Je kunt niet over dat water lopen. Dat is jammer genoeg even het spel dat weer geblokkeerd. Maar ja, als je terug uitgaat en hier komt, kun je weer heel makkelijk over water lopen. Laten we eens eventjes teruggaan naar Boru, zodat ik weer leven en magie heb. Want dat heb ik wel nodig. Als ik uiteindelijk bij het 5e paleis kom. Want hierna gaan we ook direct naar het 5e paleis. Nou, ik heb nog één ding op te halen. Maar dat is op het weg naar het 5e paleis. En er komt echt geen vijand meer in de buurt om nog enigszins hier naar binnen. En ik ben weer volledig bijgevuld. En dan kunnen we ons nu naar het einde begeven. En dan ook het einde van onze aflevering. Maar ik heb nog één klein dingetje te...
Als je hier bij Vijf op Lijst wilt komen, daar heb je dus die schoenen voor nodig. Je loopt hier gewoon rechtdoor. En dan kom je eigenlijk gewoon op het pad en daar is het paleis. Maar er zit ergens hier een pad naar boven. Even zoeken waar dat zit. Hier dus. En dan kun je hierheen komen. En uiteindelijk kom je hier terecht. En dan vind je een hartcontainer. En dan hebben we ook weer wat meer leven. Een ene laatste hartcontainer. De derde. We hebben er nog eentje nodig. En dan hebben we ook echt het maximale wat we kunnen. Ja, kijk, je kunt hier naar onder gaan, maar... Nee. Je komt niet bij het paleis uit. Er zit toch een muur hier weer. Dat het... Dus je moet het maar net weten dat het daar is. En we hadden zo'n Eggman... hier, ja. Hadden we het al verteld dat op de oceaan ligt een hartcontainer. Kijk, als je hier naar boven wil gaan... dat gaat niet. Er is maar één uitweg hier. En dat is dit. En jammer genoeg kun je dus echt niet de muren zien. Maar goed, nu zijn we dan bij het Vijfde Paleis aangekomen. Dit is het Oceaanpaleis of het Waterpaleis. En hier eindig ik dan ook echt de aflevering. Of deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik hoop jullie terug te zien in de volgende aflevering. Als wij dit toch wel een stuk moeilijker paleis dan de vorige doorgaan. En hier zit dan ook echt de eindbaas waar ik mij in vergist heb met Rebunak. Rebunak was gewoon nog een normale eindbaas die eigenlijk een Iron Knuckle die in alle versies van het spel zaten. De eindbaas in deze kerker, die is wel uniek voor de internationale versie. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie terug te zien in de volgende video. Doei!